In de komende jaren zullen we regelmatig verslag doen van de werkzaamheden van Vlasman in Delft. Een bijzondere klus waarbij gedurende een periode van 4 jaar Vlasman sloopwerken en Vlasman asbestsanering verschillende werkzaamheden zullen uitvoeren waarbij ze met regelmaat ondersteund zullen worden door de verrijkers van Vlasman Verhuur. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het saneren van asbesthoudende bouwdelen, het strippen en slopen van woningen en bedrijfsgebouwen, het slopen van viaducten, tunnels, constructiebruggen en oude stadsmuren. Een bijzonder project, waarbij niet alleen de vakbekwaamheid van de medewerkers belangrijk is, maar ook het meedenken met de opdrachtgever een belangrijk facet is bij het succesvol afronden van het project. De werkzaamheden zijn in volle gang en wanneer we een kijkje op de locatie nemen, wordt snel duidelijk wat er gebeurt. Allereerst worden door vakbekwame medewerkers van Vlasman alle gebouwen vrijgemaakt van losse delen, waarna verschillende Hitachi-sloopkranen worden ingezet om het gebouw te slopen en de reststoffen uit te sorteren. Het is zaak zo te werken dat de meeste vrijkomende materialen ook direct uitgesorteerd en afgevoerd kunnen worden. Met name bij de sloopwerkzaamheden ontstaan er vaak grote afvalstromen waarmee verantwoord moet worden omgegaan. Ook bij dit project zorgt Vlasman ervoor dat de afvalstromen op de juiste plaats terechtkomen, zodat een optimale recycling mogelijk is.